Goedemorgen mensen, welkom bij een nieuwe vlog, een nieuwe dag in dezelfde kleding. Het is ochtend, we gaan vandaag vliegen naar Lissabon voor 2 dagen. En dan gaan we allemaal dingetjes doen. Mijn lichaam is kapot, ik kan niet meer, ik ben echt op. Finito, mijn gezicht is kapot. Ik werd vanochtend brak wakker en ik dacht, fuck, gewoon fuck, dat dacht ik gewoon fuck. Maar goed, we gaan weer leuke dingen doen vandaag denk ik. Ik ga proberen straks als eerst breakfast te scoren, because breakfast is very important in my life. Without breakfast, sinds wanneer is daar een N tussen? Without breakfast, I cannot begin my day. I still have a khaki, which I can eat. That's my life. We gaan naar beneden toe. Dag. Everybody is stressed out, omdat we bijna onze vlucht missen. We moeten lijp gaan rennen en shit. Iedereen is hier al weg. Kijk, het zit helemaal leeg. We zijn de enige die nog moeten. We zijn snel voorbij. Hé, hey, dat is wel leuk man. Dat is echt net. Gingen ze al weg, soort van. Mocht je niet meer naar binnen? Ja, ik zei jongens, er zitten echt 8 man, komen er nu aan. Ik zeg, wacht even. Gewoon een beetje overdrijven ook, gewoon. Ja, 8 man. Hoeveel zijn we eigenlijk? Ik weet niet, 4 of zo, 5. Wij zijn bijna slaan. Oké jongens, ondertussen aangekomen in Lissabon. Het weer is oké, minder warm dan ik had verwacht. Eigenlijk is het gewoon best wel koud buiten. Maar ja, het moet nog middag worden, het is nog best wel vroeg. En ik moet heel erg naar het toilet. En de vrouw naast mij in het vliegtuig stonk. Dus tot zover mijn gezeik. Dit is Tony. Tony ziet het leven niet meer zitten. Je bent kapot, je ziet er ook echt gebroken uit gewoon. Dit is wakker, ik word zo wakker. Ja jongens, we all freshen up. Ik heb lekker gedoucht. We gaan nu richting hotel om onze spullen daar te dumpen. En then we are going to begin with the filming, hè. Dan gaan we even de stad verkennen. Hij doet ook zoveel met Engels. Dit is de English vlog. We're with Tony Jr. and I'm saying the DJ, the one and only international DJ up in this bitch. Op zoek naar some food in Portugal. Is you vlogging? Yes, I am. We are op zoek naar some clams to look. Are they clams here? Do you have clams? We have the clams. Yeah. No? Is wel kut man. Het eerste land waar ze geen clams hebben. Oh. Ja. Heb je ooit gehoord van Royobom? Rooibom? Rooibom? Vaak groen man. Maar dit is wel zo'n stuk. Om cocaïne te verkopen. Wat? You want? Probeer jij nou cocaïne te verkopen? Ja, nee. Ja, hij zegt, you want? Nee. Oké, in ieder geval. Dus we zaten hier aan tafel, komt de guy aan met, hij wil een bril verkopen. En hij was eerst 20. Ja. En ik heb hem voor 5 gekocht. Op zich een goede deal. Met hoesje. Met hoesje erbij. Een echte Ray-Ban, zoals je kan zien. Maar het is wel gewoon goed voor nu, man. Ja, maar hij staat je pak goed. Ja. Ik betaalde ook 5 euro, dus dat is goed prijs. Hij wordt van alle kanten worden drugs verkocht hier aan mensen. Doe het er niet. Ja, dat moet je doen. En we gaan nu eventjes eten en lunchen. Kijk eens jongens, een lekker eitje met friet. Het is wel een beetje een rare combinatie, heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Wat denk jij? Een lekkere burger? Is lekker? Geen clams. Geen clams. En jij bent nog aan het wachten, hè? Geen clams. Oh, sorry. You're still waiting. Yeah, yeah. So, I just said, sorry. I am Muslim. I don't eat ham. Ja. Deze. Dus. Dit was een bijna schrik. Je stuurt hem terug van, ik wil geen ham erop. Hij komt met de croissant met alleen ham. Je krijgt nu alleen een bord met ham. Alleen ham. Geen croissant, alleen ham. Ja, straks. Straks is die croissant ook weer. Zie je gewoon een vark op die ding liggen, man. Nee, maar eerlijk. Hij is wel lief. Weet toch, hij is lief. Ja, hij blijft het ook accepteren. Ja. Oké, ik ben in de Zara. Omdat ik even een ander shirtje wil halen. Omdat deze fucking strak zit, man, bro. De hele dag ga je mijn tieten hier zien. En mijn tepels. Dus ik wil even gaan kijken voor een ander shirtje. Aight. Je ziet weinig verschil. Maar toch is het een beter shirtje. En hij is ook iets witter. Ik heb ook nog 2 truitjes erbij gehaald. Ze zijn ook heel mooi. So, I'm good for today. Hey, ik moet even op de foto. Dit is wel even een uitzichtje, hoor. Fucking mooi dit, man. Welkom in Lissabon, mensen. Bro, mensen lopen hier gewoon echt met blokken hash op straat, gewoon, hè. Iedereen, ja, ze zitten gewoon, iedereen heeft in zijn hand gewoon een stuk hash die ze gewoon kwijt moeten ofzo. Ik snap niet waarom dat zo'n ding is. Het komt waarschijnlijk ook gewoon vanuit Marokko. Kan gewoon met de boot kan je hier gewoon komen. Iedereen verkoopt hash. Het is ongelooflijk. Of wiet, of coke. Maakt allemaal niet uit. Thank you very much, sir. I just bought glasses from your friend. 5 euros. It's a real Ray-Ban.
He said, so I do 5 euro, real Ray-Ban. Good price, hè? Van alle kanten genaaid hier. Ze vraagt hoeveel is je outfit? 5k als ik niet fout zit. IJs op mijn nek, dit is koud bitch. Doe niet stout, ben getrouwd bitch. 7000, 2 kids, je bent oud bitch. Zie de gek toen in de VIP, dat is fout bitch. En je ass die gaat round in een round bitch. Ja, ze geld op mijn stijl, want mijn patas is te duur. En mijn broek en mijn riem, je boog en je huur. Kan dat blowen in de stad, ik kan kijken. Ik weet het niet meer. Nadat mijn rok voor de zoveelste keer weer omhoog waaide. We hebben net iets heel vets gedaan in een hotel. We were going up in the presidential suite. We zijn bijna klaar met de opnames, we hebben nog een goede 35 minuten. And then it's done and we must go see the points and see you, what team wins the battle. Hoe de Ferrari, alles. Dus eigenlijk moet je daar in de Ferrari komen aanrijden bij die hotel. Broer, wat is er? Wij komen aanlopen. Wat een paupers zijn wij dan? Wij komen aanlopen. En dan vragen om de presidential suite van 15k. Dat gelooft toch niemand in een kappa trainingspak. Zo. So, gewoon van, do you don't want to know the price first? No, it's not important. Ik heb dat nog nooit met zoveel pijn gezegd. Net in die lucht. Ja. Oh, gewoon serieus, kijk toch. Nou, is naar de borden. Alright, we have the key of our room. Op welke dingen zit jij? Verdieping. Wat? Welke verdieping? Op 1. Oh, de? Ik ook. Hops, oké. Okay. Wie gaat er mee? Mij op kabel. Hey, wat doen jullie? Wat gebeurt er? Ze willen een selfie maken. Kan je alsjeblieft stoppen met dat? Ik hang daar niet van, man, bro. Bro, hey! Wow. Bro, doe normaal. Ze proberen hier nog een foto te maken. Wat ben je aan het doen? Oh, je bent aan het filmen. Ik vind het niet leuk. Ik wil naar mijn kamer. Ga weg, ik moet poepen. Ik hoop dat ze mijn tas... Ach, godver. Gaat hij nou niet doen? Zijn we zo ver, jongens? Kom op. Alright. Even kijken. No, hotelletje. Oh, kijk hier. Ze hebben mijn koffer al gezet. This is the bathroom. The bathroom. And then over here we have the sleeping area. En dat was het. Gewoon een goed klein hotelletje. Helemaal top. Hey, deze tory is keihard, man. Get lost. Ja, man. Get the fuck lost, bro. In ieder geval. Ik heb even gelegen. Ik ga nu naar beneden toe. Because we are going to eat. Ik heb een beetje honger, maar ik heb gegeten, bro. Gelijk naar mijn bed. Oh, dat is tamelijk te groot. Na hele reconstructie. Voor ons. Jongens, waar is Sophie als je het nodig hebt? Kijk hier, clams. They have the clams, Sophie. Sophie, ga je doen? De clams, alsjeblieft doe. Wallah, ik eet met jou samen. Zie gekke vis verkopen. Hij zegt, willen jullie deze bestellen? No! Oesters, papa! Yes. Yo, de clams! We got the clams! Jongens, op de clams. Op de clams. We found the clams. Ja toch, papa. Dit is super rond. Dit is wel boos, man. Bro. Is dat voor ons twee? Ja, man. Je lult. Ik was al bang dat we niet heel fijn zijn. Zo. Bro, wat zei ik je over deze taart? Vriend. Zien jullie dit? Nee, wacht, niet uittrekken. Nee, ik ga hem niet Zien jullie dit, bro? Die gekke haar, man, bro. Je hebt uitgetrokken. Nee. Wel. Ja, weet je, ik heb wel viezere dingen in mijn bek gehad. Aangekomen in de hotelkamer. Ik ben er helemaal af. Ik ben gebroken. Het was een lange dag vandaag, man. Aardig lekker gegeten, zeg maar. Die vis was wel boem of zo. Zeg maar, ik snapte het niet helemaal. Zeg maar, ene was lekker, andere weer niet. Weet je, hier en daar wat gegeten, maar op zich, ik heb gewoon lekker gegeten. Ik ben oprecht op. Mijn lichaam is moe. Ik ga nu gewoon lekker in bed liggen, een beetje filmpjes kijken, chillen. Even Miriam ook bellen. Sinds kort heeft ze iPhone, toch kunnen we FaceTime en shit. Wat ik nog even wou zeggen, hè. Voor iedereen die naar Lissabon komt. 1. Het is fucking prachtig. Het is echt mooi. Het is mijn eerste keer dat ik hier ben en het is echt super mooi hier. Weer is ook lekker aardig gewoon. Weet je, ja, voor deze tijd. Overal op elke fucking hoek van de straat of op de straat of waar dan ook komen ze naar je toe en zeggen ze, hey, you want to buy hash?
You want to buy weed, coke, what do you want, sauce, bla bla bla. Heel de dag door. Ik ben vandaag volgens mij zeker 20, 25 keer aangesproken door mensen die gewoon de hele tijd aan shit wilden verkopen, weet je toch? En ik had het ook gefilmd, toch? En zo'n guy op Snap die zei tegen mij van, hij zegt, ja, je moet dat niet kopen. Net dat ik het sowieso zou kopen. Hij zegt, je moet niet kopen, het is allemaal nep. Dus ik heb ook gehoord van zo'n andere guy, zo'n tuk-tuk driver of zo, dat het spul, zeg maar, wat ze verkopen is gewoon een soort van, is gewoon nep. Is niet echt hash of echt wiet, het is gewoon... Het lijkt erop ofzo, het is gewoon spul wat lijkt op drugs ofzo. Dus eigenlijk lopen ze gewoon de hele boel te naaien. Dat is ook de reden waarom ik denk, ik ga proberen morgen te vragen aan de politieagent. Dat is de reden waarom ik denk dat die politieagent er niks aan doen. Omdat ze toch denken van ja, het is toch allemaal neppe troep. Dus het is niet strafbaar omdat het geen echte drugs is ofzo, je weet toch. Maar het is wel echt belachelijk hoe vaak je wordt aangesproken door die shit, man. Het is echt lijk. Ik ga trouwens vanaf nu... Monika die had een keer gezegd, eerder ik heb dat schermpje hierboven, dus ik kijk naar die scherm toch. Maar ze zei van, je moet een keer gewoon zo praten en dan ga je niet de hele tijd naar het schermpje kijken, maar dan kijk je gewoon in de camera. Dus laat me gewoon weten of jullie dit fijner vinden of is het te intimiderend dat ik gewoon de hele tijd jou aankijk. Maar goed, jongens, ik ga slapen. Ik vind het leuk geweest. Ik ga lekker douchen eerst, dan mijn bed in en dan gaan we chillen, man. Ik zie jullie morgen. Love jullie allemaal en ja man, peace.